Ruud, eindelijk je rentree. Kan je je gevoel beschrijven? Ja, opluchting denk ik. Na 3 jaar en 2 maanden, eerste minuten. Ja, dus ik ben heel opgelucht en blij. En ik ben er goed doorheen gekomen. Af en toe had ik wel verzwaard met sommige momenten. Dat het natuurlijk conditioneel. Maar ik denk een half uur, ik heb het goed volgehouden. En ja, het smaakt zeker naar meer. Ja. Tank nu helemaal leeg? Nou, niet helemaal leeg, maar het is intensief. Je weet van die gespeelde half uur, dus je gaat wel maximaal. En dus ja, ik heb vol gas gegeven. Ook, ik was niet bang, totaal niet. Ik was helemaal vrij eigenlijk, voor mijn gevoel. En dat zijn belangrijke dingen. Ja. Wat was je grote doel vanmiddag? Ja, fit blijven natuurlijk. Gewoon doorheen komen, en dat is gelukt. Ik denk dat ik ook gewoon ja, lekker fel was, betrokken bij de goal. Een paar keer goed aanspelpunt, wat voor mij heel belangrijk is. 2 keer verloren volgens mij, maar voor de rest is me alles gewonnen. Ja, dat zijn belangrijke details, maar het belangrijkste is nu natuurlijk fit blijven. En fit worden en ja, die voetbaltechnische dingen die komen later wel. Ja. Voelt dit als een enorme overwinning op jezelf? Zeker, ja zeker. Ik denk dat het wel de grootste, grootste overwinning is in mijn carrière op dit moment. Weet je? Dus 3 jaar en 2 maanden niet gespeeld. Iedereen die me afgeschreven had en ja, zelf gedacht en stoppen met voetbal en dan toch nog terugkomen. En voor mijn gevoel voel ik me gewoon vet, weet je. Ik voel me niet anders dan voorheen, eigenlijk. Ik kan me voorstellen, ook een heel emotioneel moment. Ja, zeker. Ik denk dat het echte emotioneel moment komt straks als ik natuurlijk echt moet gaan maken in het eerste. Dit voelt toch nog als een oefenwedstrijdje, ondanks dat het heel belangrijk is. Maar als ik straks met mijn familie op de tribune zit en vrienden en ga dan echt een minuut maken en misschien nog natuurlijk doelpunten maken. Ik denk dat dan echt emoties wel komen, ja. Maar wel ook mooi om te zien, die gretigheid die er nog steeds afdruipt. Ook even met dat akkefietje, hè, met die aanvoerder, met die Finn Berg. Ja, ja, nou goed, dat is mijn spel natuurlijk. Hij zat er kort op, wat alleen maar goed is. Maar goed, we hadden het even zwaar, dus ik denk, ik lok een vrije trap uit en ja, we scoren eruit. Dus dat is natuurlijk extra mooi. Dat is toch dan het gevoel wat ik had in de wedstrijd, dat het even nodig was en dat lukt dan ook nog. Dus ja, nee, ik ben gretig en het voelt goed. Ja. Smaak naar meer. Eerste minuten in een echte wedstrijd zijn aanstaande. Ja, dat is een trainer. Tuurlijk kan ik op dit moment denken, nu ben ik er wel klaar voor. De andere 2 wedstrijden was ik er niet helemaal klaar voor. Dus dat was een goede keuze van de trainer. Ik was er eigenlijk vooral bij voor het gevoel en voor het team. En als het echt nodig was, nou, het was niet echt nodig, vond ik. De trainer ook niet. Dus heeft hij goed aangevoeld. En nu, ja, zou ik in principe, in theorie, ben ik er wel denk ik beter klaar voor. Of meer klaar voor. En ja, misschien aanstaande maandag tegen Jong AZ. Klaar voor een nieuwe episode in je carrière? Ja, zeker. Doorstart. Doorstart, zeker.